Het is bijna 10 uur. Ik heb echt zo chill geslapen. Yay. Maar er moet ook zoveel gebeuren. We hebben vanmiddag afgesproken op het strand met de andere helft van de Panda Gang. A.k.a. de Foefjes. A.k.a. Masha en Gregor. Maar voordat we daar naartoe gaan, moet er eerst echt een piepload aan dingen gebeuren. Check deze was. OM freaking G. En dat is nog niet eens het enige. Want The Joy. Dit. Steek een duimpje omhoog als je huis er ook zo uitziet na een vakantie. Dit moet voor vrijdag allemaal weer droog zijn. Dus ik moet echt zoveel wasjes gaan doen. Unbelievable. Oh nee, dit is niet eens alles. No, ja, het is heel erg. Hier liggen ook nog allemaal dingen. Ja, het is zo erg. I am ashamed of myself and I have nothing to say. Voordat ik echt begin aan de was, eerst even water koken voor lauwwarm water in de ochtend. In China geloven ze trouwens dat je alleen maar lauwwarm of warm water moet drinken. Koud water zou heel slecht voor je zijn. Ik denk dat dat wel meevalt. Als je een slechte waterdrinker bent, dan vind ik dit echt wel een goede lifehack. Om 's ochtends meteen, ja dit is mijn tweede mok al, meteen bam twee mokken water te drinken. Zeker ook misschien als je niet kan ontbijten ofzo. Want als het goed is, heb je iets van ja, 6 tot 8 uur geslapen. En dat is een vrij lange periode zonder water. Dus wanneer je opstaat, moet je eigenlijk wel meteen drinken om ja, het water in je lichaam aan te vullen. En dat doe ik nu ook. Aangezien mijn hoofd overloopt van wat ik allemaal moet doen en ik compleet het overzicht kwijt ben. Het is gewoon zoveel wat voor de vakantie moet gebeuren. Heb ik het even heel simpel voor mezelf gemaakt. Daar heb ik even een draaiboek gemaakt. Ik moet zeker 3 wasjes kunnen doen voordat we weggaan. In ieder geval 1 vlog editen, 1 workout doen, 2 keer ontbijten. Misschien nog 1 keer een lunchen. Maar dit is eventjes gewoon hersenloos. Mijn schema of mijn draaiboek doorlopen. Want anders dan raak ik helemaal gestrest over hoeveel ik moet doen. En dit is, ik zeg niet dat dit heel veel is. Maar het is gewoon alles op 1 hoop wat voor de vakantie moet gebeuren. En dan begin ik wel altijd het liefste met de simpele dingen die echt alle grootste prioriteit hebben. Anders weet ik gewoon niet wat de prioriteit heeft als ik het niet op papier zet. Dus laten we even met de kleine dingen beginnen voor vandaag. En dan kan ik morgen de grote dingen tackelen. Dan heb ik de hele dag. Oké, bam. Eerste agendapunt getackled. Eerste draaiboekpunt. Was is gesorteerd. En nu de eerste was draaien. Mijn klok loopt nog steeds vooruit. Dus ik loop vooruit op de planning. Woehoe! Oh, wat een opluchting. Oké, de eerste was zit erin. 10:45 uur. Ontbijt, fruit. Bam! Mijn moeder had gisteren aardbeien meegenomen. En ik ga nu de hele bak opeten voor mijn workout. Dus die ga ik ook aftikken. Winning in life. Sweet! Ik loop 1 kwartier voor op schema en ik ga vandaag buikspieren trainen. Dat doe ik met de oefeningen die ik eerder met Nilou heb samengesteld. De workout video, ik link hem wel even hieronder. Maar ik doe alleen de buikspieroefeningen daarvan en dan 15 herhalingen per keer. En dan 6 setjes achter elkaar. Dus let's go! Okay, party people in the house. Okay, party people in the house. Ik ben klaar. Maar het is zo bizar trouwens als je zeg maar heel lang sport, dan ga je bepaalde dingen onderscheiden. En nu had bijvoorbeeld mijn lichaam het veel makkelijker dan de vorige keer. Heeft ook te maken dat het hier veel minder warm is. Maar mentaal dacht ik daardoor juist, oh, dat gaat veel makkelijker. En dan denk ik ineens dat ik helemaal geen moeite hoef te doen, waardoor het juist nog stroever gaat. Het is echt, weet je, maar dat leert je juist om op bepaalde momenten door te zetten, omdat je weet wat het probleem is, zeg maar. En nu dacht ik, oh, dat gaat makkelijk. En dan, no, you still have to work for it. Ah,
Ik had in mijn draaiboek opgeschreven dat ik nu zou gaan douchen, maar no, eten. Het ontbijt wordt havermout met goji bessen. Ik heb een beetje kaneel erbij gestrooid en ik had nog iets van hazelnootgruis of zo wat ik ergens had gevonden. En havermout koken, no no no, dat doe ik dus echt niet meer. Op reis heb ik geleerd dat dit ook helemaal prima gaat. Gewoon heet water eroverheen. Een beetje laten soken. En nog blauwe bessen erbij. Klaar is Kees. Sweet, dit gaat lekker. Oké, ontbijt 2 is in de pocket. Het is nu 11:15. Zo. En ik ga nu douchen en aankleden. Dus ik heb deze twee punten even omgedraaid. En dan heb ik nu een half uur dus om te douchen en om te aankleden. En dan de was nummer 2 erin doen en was 1 ophangen. Sweet, sweet, sweet. Bam. Het is nog ineens 1 uur en dit is af. En dit is af. En dit is het enige hoopje was wat ik nog over heb. Ik weet niet, die bergen zagen er zo intimiderend uit. Dus ik dacht, ja, dat gaat heel lang duren. Maar het is nog maar 1 wasje. Alleen, jammer genoeg. Dit nog vouwen. Dat wordt ook nog een klusje, maar goed. Dan is tenminste alle was weer gedaan. Woep woep. Er staat weer eentje in de stijgers. Hey. Zie je wat voor verschil licht maakt? Dit is gewoon goed licht. En dat heb je op reis natuurlijk niet onder controle. Maar hier kan ik gewoon op het mooiste punt in het huis gaan staan. En dan heb ik ook nog mijn kubbel. Ik heb nu honger, dus ik ga nog heel eventjes deze rijstwafels met zitterkees en avocado eten. En de andere helft van de Panda Gang is er ook zo meteen. Dus dan is het party, party. En als ik me toch kan opmaken, waarom dan niet meteen lipstick erbij doen? Awesome. Ik heb wat tijd over, dus hey, zullen we eens hier aan beginnen? Look who you're here! Yeah. Hello. En hello. Hello. Hello, pretty. Yay, yeah, yay! Yay! Yeah. Yay! Allemaal hebben we pandashirt. Ja. Hier ook nog een pandashirt. Yay! Yay! Hey, we zitten gezellig met z'n allen te eten. Eindelijk weer koken, man. Masje is lekker. Superlekker. Ja, yeah, you dig it? G? G-unit? Wow. Nee, superlekker. Ja? Mm-hmm. Yay! Het is 1 uur en ik ga slapen. Superleuk om de foefjes, a.k.a. de andere helft van de Panda Gang, vandaag te zien. Ik heb vet veel gedaan. En ik ga morgen nog veel meer doen, want morgen is mijn enige echte werkdag, of volle werkdag die ik heb thuis. Dus ja, dankjewel dat je er weer bij was. Als je geabonneerd bent, zie ik je natuurlijk morgen. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, denk je, yo, dit is best wel tof. Klik dan hier om je te abonneren en dan, ja, dan krijg je alle toekomstige video's, krijg je automatisch binnen. En dan ga je misschien ook weer mee op reis. En mocht je zoiets hebben van, no, dit was echt veel te kort. Klik dan hier voor de vorige aflevering of misschien een veel oudere vlog. Want hiermee kom je ook bij de afspeellijst van alle travel vlogs. Dankjewel voor het kijken. Tot volgende keer. Morgen dus.